Mijn moeder overleed, dat was op 23 april 1940, was het heel kort voor de inval van de Duitsers, 10 mei. Intussen na de dood van moeder hebben we een huishoudster aangetrokken om het gezinsleven van mijn twee zussen om dat voort te zetten. En die zijn dus met de Bredase bevolking op de vlucht gegaan. Ze zijn meegegaan met de groep die richting Zundert ging. Ik was daar niet bij, ik was op het Groot Seminarie en bij ons ging het programma van het Groot Seminarie door. Dus ik was niet in Breda. Mijn zussen die zijn dus die richting uitgegaan, het ging verder dus naar Antwerpen. En ze zijn terechtgekomen via Hoogstraten in Brugge. Totdat na het beëindigen van de oorlogshandelingen terug konden naar Breda. Eigenlijk was de bedoeling om het programma van het seminarie door te laten gaan. Dat werd telkens onderbroken door luchtaanvallen, dat wij naar de kelder moesten vluchten, dus daar kwam niks van terecht. En toen Breda ontruimd werd, toen hebben wij een paar honderd zieken en oudere mensen opgevangen. Dus die konden natuurlijk niet mee langs de wegen naar de omgeving verderop. En dus stel je voor dat onze moeder zou zijn blijven leven en maar wel ziek was, dan zou waarschijnlijk het gezin naar het Groot Seminarie gekomen zijn. En ik ben een aantal keren van Hoeve uit per fiets naar Breda gegaan. Toen de vluchtelingen terug waren in Breda, om te kijken of ze er ook al waren. Ze zijn een paar keer voor niks geweest. Ja, dat was natuurlijk heel moeilijk, een moeilijke tijd. Ja. Ja. Ik ben in 1941 priester gewijd. Ik werd toen geplaatst in het dorp Leur. Daar was dat pastoor en een kaplaan. Ik werd daar toegevoegd. Hier had je een overschot van priesters, had je hier toen, die zei. Dus ik werd daar toegevoegd. Dus ik had alle tijd om mij in die parochie te oriënteren. Dus ik heb veel aan huisbezoek gedaan. En zo leerde ik kennen 4 NSB'ers in dat dorp. En toen dacht ik, want toen in de samenleving leefde toen het idee van Bijltjesdag. En dat idee van Bijltjesdag, dat was de kop eraf bij die NSB'ers. Dat was eigenlijk het idee. Hè? Toen dacht ik bij mezelf, dat zijn 4 katholieken die ik dus kende, die NSB'ers waren. Ik dacht, ik wil weten hoe zij daarin staan. Of zij echt die ideologie omschrijven en dus met kerk niet van doen willen hebben, dan wel. Of ze eigenlijk toch, als het dan Bijltjesdag wordt, als christen willen sterven. Hè? Dus ik heb ze alle 4 opgezocht. Ik heb ze niet zo de vraag gesteld zoals ik dat nu formuleer. Dat is de vraag in mijn achterhoofd. Maar ik heb een gesprek gevoerd om te peilen wat zij levensbeschouwelijk eigenlijk waard waren. En ik kwam tot de conclusie, ze willen alle 4, willen ze kerkelijk overlijden als moet. En dus ja, dat waren dus de beschouwingen van een beginnende kapelaan uit die tijd eigenlijk. Hè? In een dorpse situatie waarin je van heel nabij het leven kunt volgen van mensen. Hè? In Leur was ik van 41 tot 43. Van 43 tot 47 ben ik in Withof geweest.
was ik conrector. Dus dat was een rector. Dus de vergelijking van pastoor en kapelaan, zal ik maar zeggen, conrector was ik daar. En tegelijkertijd godsdienstleraar aan de diverse scholen van het internaat. Willem was op een gegeven moment door de Duitsers gevorderd. Dat hele gebouwencomplex is het leeg gemaakt. Daar was ook een rectoraatsgebouw in, daar woonde ik. Dus het hele klooster, maar plus die toegevoegde pensionaten. Die moesten allemaal allemaal weg, dus die gebouwen zijn leeggemaakt. En toen ben ik dus tijdelijk in Breda gestationeerd in de pastorie van de Mariakerk. Bij Pater, die was daar pastoor, hij was deken tegelijkertijd. En daar heb ik dus toen enkele maanden gewoond, totdat wij weer terug konden naar Etten-Leur. Etten is bevrijd door Canadezen. En hoe hebben jullie die bevrijding meegemaakt? Ja, in de kelder. Ja, er zijn bij ons geen ongelukken gebeurd. Het is waar ik woonde, tot 1947. En ik ben doorgegaan met het SGB daar. En toen kwam er een vacature op het groot seminarie voor ethiek en moraaltheologie. En toen ben ik dus van Etten uit naar verhuisd, dus naar Bovendorp.